We zijn vandaag in Zwartberg voor de 14e editie van de Kinderkunstenfabriek. De Kinderkunstenfabriek is een kunsteducatief project van het Vlak en Seamine Cultuurcentrum. En we nodigen tijdens de Kinderkunstfabriek 9 professionele kunstenaars uit om hier samen met 100 kinderen een week lang kunstwerken te maken. Ik ben Lieve Geuns en ik ga vandaag met de kinderen, eigenlijk de hele week, ga ik een camera obscura maken met een schoendoos. Eigenlijk om een beetje te laten zien dat je eigenlijk met heel weinig heel veel kan fotograferen. Eens kijken hoe dat heet het gedaan. In dit lokaal is Brecht Horemans aan het werken met 12 kinderen. En zij gaan gedurende deze week op zoek naar de schatten van Zwartberg. Zij wandelen heel veel rond in de buurt en zoeken kleine standbeeldjes die mensen zijn vergeten. Opvallende bomen, een bankje hier of daar in een hoekje. En dan gaan zij terug proberen op te waarderen. Hoe dat je die bank kan versieren en hoe dat die bijna gepast. Ik ben Anne Bogaert en ik ben modeontwerper en ik doe mee aan de Kinderkunstenfabriek. Ik doe eigenlijk een project rond de ambacht, rond weven en weeftechniek. En ik ben samen met een groepje kinderen aan de slag gegaan om met de weeftechniek een jurk te maken. En het gaat eigenlijk om een patchwork van stijlen van de verschillende kinderen en culturen in Genk en Hasselt en Limburg. En die zijn we aan het verenigen in een jurk. Als ik met een brillenontwerper heb ik samengewerkt om een speciale futuristische bril van haar modeshow, het eindwerk. En dan zal ik Ik ben Sanne Vaassen. Ik heb de Kunstacademie in Maastricht afgemaakt. En momenteel zit ik op de Jan van Eyck in Maastricht. En ik doe hier mee in Genk aan de Kinderkunstenfabriek. We gaan met allerlei verschillende materialen werken. Zoals zand, bloemetjes, we gaan graven, we gaan gipsen afdrukken maken, we gaan sporen, we gaan onderzoeken. Van alles wat. We maken een week lang kunstwerken die we op zaterdag ook tentoonstellen tijdens een grote kijkdag. De kijkdag gaat ook hier in Zwartberg door, in Buzo de Wissel in de Arbeidsstraat. En op die dag is eigenlijk iedereen welkom. Alle nieuwsgierigen, alle buurtbewoners, alle geïnteresseerde Genkenaren kunnen hier van 2 tot 5 gratis naar de tentoonstelling komen kijken.